Hoi, ik ben Jane en welkom bij een nieuwe video. Deze week Expectations versus Reality. Ik ga studeren. Het is bijna het eind van het schooljaar, dus kan ik goed terugkijken op de verwachtingen die ik had toen ik begon dit jaar en hoe het werkelijk gaat. Studieboeken. Aan het begin van het schooljaar krijg je een lijst met alle boeken die je nodig hebt voor je studie. In enthousiasme koop je ze allemaal, omdat je verwacht ze allemaal volledig te gebruiken. In werkelijkheid gebruik je maar de helft van de boeken en heb je genoeg aan de stof die de docent tijdens de hoor- en werkcolleges uitlegt. Dus blijf je zitten met de helft van de boeken die je nog nooit geopend hebt. Aanwezigheid in de les. Een nieuw jaar, dit ga je fris beginnen. In de eerste week volg je alle lessen en besluit je dit het hele jaar vol te houden. De eerste week gaat het goed, maar dan wordt het in de tweede week één avond toch gezelliger dan je verwacht had. En dan slaap je de volgende ochtend per ongeluk door je wekker heen, waardoor je je college mist. Het samenvatten van de lesstof. Je bent heel enthousiast over de nieuwe stof die je leert tijdens een nieuw vak en wil alles heel goed bijhouden. Dus je vat elke week netjes de leerstof samen, zodat je aan het eind van de periode alleen nog maar je samenvatting hoeft door te lezen. De eerste week tijdens een nieuw vak hou je je stof netjes bij. De tweede week van de nieuwe periode zie je dat er een nieuw seizoen van je favoriete serie op Netflix staat. En besef je dat je tentamen toch wel eens over 3 weken is. En je de leerstof van de afgelopen week ook wel een weekje later kan samenvatten. Uiteindelijk een dag voor je tentamen bezoek je maar studia.nl. Omdat je uiteindelijk niets meer hebt gedaan omdat het nieuwe seizoen toch wel heel erg leuk was. Dit waren 3 van de situaties die bij mij het afgelopen jaar voorkwamen. Herken je jezelf nou in deze situaties? Doe dan een duimpje omhoog. Wil je weten wat je moet eten tijdens je examens? Klik dan hier. Abonneren kan hier. Dan wens ik je nog een fijne ochtend, middag of avond toe en hoop ik je volgende week weer te zien. Doeg!